En dan gaan er 36 schermpjes over. Maar goed, liefschat, deze dag is voor jullie allemaal. Ik ben er voor jullie, dus je mag me aanschieten, vasthouden, laten struikelen. Nou, liever niet. Maar je mag, ik ga proberen met aandacht zoveel mogelijk te verdelen. Lukt het altijd? Wel, het leuke van deze dag is dat we mensen proberen te verwennen. We proberen jullie in het zonnetje te zetten. Dat kan niet met iedereen. Maar we proberen het altijd zo goed mogelijk te doen. En het begon vanmorgen al heel vroeg, geloof ik, hè? Ja, voor de meeste mensen van jullie geldt wel dat ze in blauw-wit gekomen zijn, zoals we gevraagd hadden. Dat vind ik heel erg leuk, want dat geeft echt een eenheid, een saamhorigheidsgevoel. Precies. Dus veel van jullie zijn vroeg opgestaan om het blauw-witte outfitje aan te doen. Maar voor sommige mensen begon de dag wel heel vroeg en net iets anders dan voor de anderen. Ja,
Dit wordt zo tegen jullie gebruikt vandaag. Echt waar? Ja. Vandaag, dus dat gaat heel duidelijk nog. Koffie, thee, croissantjes. Van alles en nog wat. Sorry, we hebben natuurlijk geen halfwerker gemaakt. Koffie, thee, limonade, eitjes. Allemaal. Ja, ik heb nog 500, nee, 499 kamers die ik mag vertellen. Ja, toch? Nu maak ik het extra speciaal. Ik maak even een foto van mijn huis. Straks weet iedereen het, hè? Oh, nee. Kijk eens, dames. Even proosten. Ja, kom er niet tussen zitten. Ik kom jullie bij het zitten. Nou, dat maakt toch niet gepraat als voor een vroeg, hè? Nee, ja. Nou, hij is leuk. Dat is ook een beetje gelegen. Dank je, dames. Proost. Wij zeggen op een hele leuke Vinkendag. Ja. We gaan nog een lezen verder vandaag. En ja. Ik neem een klein slokje en dan ben ik weer weg. Ja. Oh. Nou, het gaat over 7. Het is wel een leuke tijd. Op zondag hoor ik trouwens niet meer. Ja, gebonkeld de deur. En ik denk zoiets van, alles heb mij hier over te knieren. En nog een keer bonken en ik gooi het licht aan. Ik zeg, volgens mij is dat Marco voor de deur. Maar ik kan hem wel niet. Heel lang stil, ik ga weer terug. Maar toch was ik nieuwsgierig, dus toch even kijken. Dus ja, dit is echt een surprise. Dus, Nog nooit zo'n echte droom gehad. Ik zou zeggen, ja. Geniet ervan. Nou, dat gaat vast lukken. Houdoe! Ja. Doorzettingsvermogen in je karakter. En eigenlijk zijn dat de dingen waarmee je mensen kan aansporen dat als je iets echt wil, dat er veel meer mogelijk is dan je denkt. Niet alles, want ik had eerder gezegd niet verwacht dat het zou kunnen. Maar mij leek het zo fantastisch om een keer een foto te maken dat we staan. We hebben alleen maar foto's van met jou in de rolstoel. Dus ik heb je vader gevraagd of hij hier naartoe wilde komen met jouw rollator. Ja, omdat ik aan iedereen wil laten zien dat je het kan. Dat jij het kan. Papa, wilt u er even bij komen misschien? Papa mag er even bij komen, want ik... Het zou toch wel niet jammer zijn als u tussen van het schip valt. Nou, lieve Anja, laat eens dan zien, hoe doe je dat dan? Natuurlijk wel spannend allemaal met iedereen erbij. Ja, natuurlijk. Mijn hemel. Wow. Kijk eens. Ik heb er kippenvel van. Wauw. Wat goed aan je huis doen. Wat goed. Ik ben zo trots op je. Ja, blijf staan. Jan, wat een foto maken nu. Zo, die foto, die plakken we er meteen in. Nu we toch vrienden zijn, dan moeten we ook samen dingen doen, toch? Ja. Nou, wat doen vrienden? Zoal touwtjes springen toch en dat soort dingen. Doe je dat ook wel eens? Ik dacht, we kunnen wel een touwtje gaan springen samen. Zullen we het proberen, hè? En als het niet gaat, tenminste, ik heb niet geoefend. Kan jij het, Mark? Touwtje springen? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Kim, wil je me even helpen? Gaan wij even draaien? Dit is te leuk. Het is een goed moment om je mobieltje even te pakken, denk ik, jongens.
Anders dan laten we Marco springen en dan tel jij hoe ver hij komt. Zullen we dat doen? Want ik zie je een beetje benauwd kijken. Kom maar even naast mij staan. Want anders dan tik ik met de touw tegen je aan. Ja, we zijn vrienden, dus we moeten dingen samen doen. Dus ja. Dat tafeltje dus moet denk ik nog een klein tuintje. Stukje opzij, ja, Kim. Want anders... Leuk. Wie heeft dit verzonnen? Kimberly. Ben jij zover, Kim? Okay. Ik ben daar. Jij ook, Mark? Okay. En daar komt hij. Spring! Joehoe! Tel je wel, hij geeft. En hoe ver kwam hij? 6 keer. Van 6. Sluit je ogen 1 seconde, zet een lach op je gezicht. Zeg bedankt tegen het leven voor de liefde en het licht. Doe een wens voor iemand anders, dan lijkt het nog zo klein en stil. Elke golf begint als rimpel, maar maakt altijd een verschil. Een armbandje. Als
We hebben voor jullie allemaal een armbandje waar je naam in gegraveerd staat. Een handtekening van Marco en hashtag trots. En dan snappen jullie wel waarom, hè? En Boudin, waar zit je ook hier? Alsjeblieft, lieve. Nou, leuk dat jullie er waren. Grandioos. Ik vind het echt even een foto maken nog. Applaus ook in Spierenburg, hè? Want het is wel een hele lange zit van haar. En je stoel moet aan de lader, zie ik. Super. Helemaal goed. We gaan het afsluiten, jongens. Ja. Ja. Het is niet het leukste gedeelte van de dag, eigenlijk. Hebben jullie genoten? Super, super, super. Nou, wij ook. Het was een lange dag, maar ook weer heel veel leuke, mooie dingen gedaan. Niet iedereen heeft nog een prijs gewonnen. Dat doen we dan hopen we de volgende keer weer.